Pilly de Pirly. Ja. En nog meer? Ja, Capu. Gewoon cappuccino. Capu's, oftewel cappuccino's. Ik heb er vandaag al meerdere gehad. Een lava niet, want voor een lange wandeling had ik geen tijd. Het zijn afkortingen die vooral populair zijn onder studenten. Want dan hoor je er echt bij. Was jij trouwens op die crema van die opa van David? Wat nee, oh, wat erg. Het schijnt heel grim te zijn. De hospie? Hospie, hospitair avond, ja. HDP-schat en dat soort dingen van Heerly de Pirly. Heerly de Pirly, ja. En nog meer? Ja, Capu. Gewoon cappuccino. Pizza met mos? Mozzarella. Ja, die gebruik ik ook wel, ja. Mozzarella. Nou, bijvoorbeeld Sumo Gegigo. Dat staat voor supermooi gezopen gisteren gozer. Ja, als ik bijvoorbeeld zeg, ga je vandaag mee naar de Mamibo voor de Biba's. Wat zeg je dan? Kladiladi. Wat betekent dat? Klap die laptop dicht. Vaak wordt gezien als wel iets wat vooral door vrouwelijke bepaalde type disputes misschien veel gebruikt wordt. Ja, ik denk toch wel de blauwe meiden met de blauwe ogen en dan de clip. En ja, die zitten er wel tussen. Aan de ene kant is het elitair, maar aan de andere kant is ook hoge status. En aan de andere kant zijn het ook nog studenten, dus die zijn hip en jong en cool. En dat zijn toch wel dingen waar mensen graag bij willen horen. Dat is de scene, ik bedoel inderdaad. Wat is dat dan voor scene? Beschrijf die scene eens. Nou, gewoon als je bij het koor zit en je bent een beetje prominent of zo. Je zit er eenmaal in of je zit er niet in. En als je er eenmaal in zit, dan gaat het er ook niet meer uit. Ja, want je hoort dan echt bij de club. Ja, nou, bij de club. Ja, oh, zo zou je het kunnen noemen.